Romeo Flow 3 via rijbaan Charlie Fork op de Legerlandse zuidelijke richting toegestaan. Wij zijn op dit moment in een van de grote loodsen waar de sneeuwvrootvoertuigen geparkeerd staan. En vanavond, ondanks dat er geen sneeuw is, gaan ze toch naar buiten. Want we hebben vanavond een grote wintertraining. Vanavond en vannacht zullen ongeveer 60 personen de training gaan doen. Daarbij gaan we sneeuw ruimen op een start- en landingsbaan, op taxibanen, op vliegtuigopstelplaatsen en alles wat daaromheen ligt. 'S Avonds is het gewoon rustiger. Hebben we goed de gelegenheid om alles te testen. Dan ondervinden andere processen nauwelijks hinder van een inzet van de sneeuwvloot. Als er sneeuw valt, zijn we er klaar voor.